Het was voor mij een van de grootste verrassingen van de E3 vorig jaar. En ik was echt super, super, super stoked over Days Gone. En ja, ik zeg de naam in dit geval goed, want ik verwarm altijd met een andere Kojima game. Maar ik weet wel dat het Days Gone is. De super vette zombie game. En waar we ook een perspresentatie van hadden op de persconferentie van PlayStation. Wat voor ons heel erg scripted voelde. En dat heeft volgens mij de ontwikkelaar ook wel een beetje doorgehad. Ja, wij zaten inderdaad van oké, het ziet allemaal heel vet uit. Maar hij kwam direct al aan bij een val waar hij dan inliep. En er was geen quicktime event. En dan duwde je die mensen tegen een paal aan. En dan later kwam je bij een kamp. En dan kon je een horde zombies erop aflaten. En het was allemaal super tof, super spectaculair. Alleen het voelde allemaal heel erg aan alsof je dat pad moest volgen. Ja, heavy. Heavy rain. Ja, zo voelde het wel een beetje aan inderdaad. Dus wij kwamen daar bij die perspresentatie en dan zei van, jullie gaan precies dezelfde demo te zien krijgen. Nou, dit keer eerst. Alleen hij zei, maar we gaan dit keer een totaal ander pad nemen om te bewijzen, eigenlijk gewoon om te laten zien dat de game super dynamisch is. En dat bijvoorbeeld de weersomstandigheden, de time of day, invloed hebben op hoe het spel zich uitspeelt. Dus blijkbaar hadden ze al van te ver van tevoren door welke indruk er gewekt werd en gingen ze laten zien. Het is een stuk dynamischer dan je denkt. Ja, want in de persconferentie level werd, je wordt opgejaagd door zombies. Het is een soort post-apocalyptische zombische wereld. Zombische wereld. Zombies. Mooi, met zombies overspoelde wereld. En in de perspresentatie tijdens de persconferentie van PlayStation werd er bijvoorbeeld een hek opengegooid waar zombies achter vandaan kwamen. Die stuurde je als het ware op een kamp af. Ja. Maar dat level heb jij dus anders gezien. Ja, want dit keer heeft hij besloten om dat hek gewoon te laten wat het is. Alleen hij had een berenval bij zich, want het gaat in survival games. Je hebt dan gewoon in je broekzak, dan denk ik een berenval eruit. En hij gooide die berenval in een bosje. En die vijanden die waren dit keer met z'n zessen, met z'n zevenen. Ze waren ook met iets meer, want bijvoorbeeld het was overdag. Dus liggen er wat minder mensen te slapen. Ja. En een van die gasten hoorde het, dus die kwam op die val af, die stapte erin. Je kan je voorstellen, zelfs in een post-apocalyptische wereld doet dat pijn. Ja. Dus die begon echt te schreeuwen als een gek. Dus vrienden weten, het raakt meteen in de war. Ik bedoel, jij en ik hebben The Walking Dead gezien. Wij zouden dat niet doen, want wij weten, als je schreeuwt... Sowieso zou ik even op mijn tanden bijten. Hoe bijt je op je tanden? Ja, gewoon op mijn vinger, weet ik veel. Ik zou cool reageren. Ja, vervelend. Man. Nou ja, en dat hij dus niet. Dus hij begon te schreeuwen. Dus al zijn vrienden die raakten in paniek, die renden op hem af. En stil, stil, stil. Hij bleef schreeuwen. En in paniek haalt een van die vrienden, pakte zijn gun en die schiet hem door zijn hoofd. Ja. En toen ontstonden er wat woordenwisselingen. Schermutselingen? Wat had je dat nou moeten doen? Een beetje genuanceerd, weet je wel. En dat gaf jou als speler de kans om dat kamp in te sluipen, daar wat gear te pakken en ze van achter gewoon helemaal kapot te maken. Ook dit voelt scripted aan. Het is ook allemaal, hoe bedoel je? Voelt het scripted aan? Weet je hoeveel van dit soort manieren zijn er? Dit voelt wel echt heel erg bijzonder namelijk. Als dit echt gewoon random is, hoe goed is die AI dan niet? En hoeveel van dit soort situaties zijn er? Dat is dus precies wat ik vroeg. Ik zeg tegen hem, ik kan me voorstellen dat je gedurende de hele game honderden keren in zo'n kamp binnenkomt. En als je nou 100 keer zo'n val hoort, gebeurt dan ook 100 keer hetzelfde. Hij zei, nee, dan gebeurt er steeds wat anders. Het hangt af van alle omstandigheden en het hangt af van welke vijand je te maken heeft. Maar een exact nummer van hoeveel verschillende reacties zijn, dan kon hij niet geven. Dat is ook het enige wat me een beetje tegenstond. Er was achteraf was er een Q&A-sessie. Dat is niet ongebruikelijk. Alleen het was meer eigenlijk een soort van Q-sessie. Want op bijna alle vragen zei hij van, daar kunnen we nu nog geen antwoord op geven. En ook op best wel simpele vragen, zoals van, hoe groot is de wereld? Bijvoorbeeld, hoe werkt het crafting systeem? Bijvoorbeeld een Belgische collega die vroeg, hoe zit het met de wapens? Hebben die ook een bepaalde durability? Het is een survival game, dat ze na een tijdje niet meer te gebruiken zijn. Ook daar kon hij dan weer niks over zeggen. Dus het voelt ver weg nog deze game. Ja, dus het voelt ook best wel, het is volgens mij early 2018. Dus in ieder geval voor 2018 staat hij gepland. Dus het voelt wel alsof er heel veel dingen zijn waar ze ook gewoon nog niet echt over hebben nagedacht. En niet echt mee bezig zijn. Ja. Dus hoe dan ook, duurt het nog wel een hele tijd voordat we de game gaan te zien gaan krijgen. Wat we tot nu toe hebben gezien, ziet er dus heel vet uit. Ja. Maar we weten ook een heleboel nog niet. Ja, ik toch even nog over dat ding van vorig jaar, die persconferentie. Want dat was die persconferentie of die footage waar je achtervolgd werd door zombies. En die zombies waren als een soort watergolf. Dus als je iets blokkeerde in het pad van de zombies, dan werden ze wel vertraagd. Maar ze gingen altijd via een andere route je wel weer vinden. Dat was zo vet en zo vernieuwd. En ik geloofde het vorig jaar al bijna niet. Ik vind het bijna too good to be true. Ja. Als het waar is, wat wij tot nu toe hebben gezien in deze
is gone. En dat is een volledig de game en dat is die ervaring. Dan teken ik voor deze game en dan denk ik dat het een van de beste games van 2018 kan worden. In ieder geval qua vernieuwing. Absoluut, ja. Sony Band heeft zijn reputatie nog niet mee in de zin van... Ze hebben hele goede games ontwikkeld, maar het zijn bijvoorbeeld spellen als Uncharted Golden Abyss. Weet je wel, Vita-spelletjes, ja. Ze hebben heel veel ports gedaan. Dus dit is hun eerste echte grote AAA-game. Als zij nu echt een titel gaan afleveren, die lijkt op wat we hier hebben gezien, een titel van Uncharted formaat, dan dubbele kudo's. Het is super indrukwekkend, ja, maar er zijn wel een heleboel vraagtekens momenteel. En ik hoop dat die onder andere tijdens de aankomende Gamescom een beetje opgehelderd zullen worden. Ik ook. In ieder geval, houd Days Gone in de gaten. Als je houdt van een beetje zombie-spannende-achtige adventure-game-shooters, Days Gone, man, is dat op mijn radar. Een van de beste games van PlayStation waar ik het meeste zin in heb. Maar we hopen dat het zo blijft.